kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remes. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe livestream is, video of een vlog online komt. Ik begin ook opnieuw in een dag vroeger met mijn vlog. Waarom? Met een andere vlog die ik eigenlijk ook vandaag al heb gemaakt. Die staat online en die komt ook nog tijdig online. Dus eigenlijk de dag waar ik eigenlijk ook moet filmen voor de vlog zaterdag online te kunnen krijgen. Dus vrijdags op zaterdag. We zitten nu nog donderdag. Ik ga het zo even uitleggen. We zitten nu nog donderdag. Ik ben volle pak bezig al met de opruimen. En ik ga daar een kleine timeslapje van maken. Daarom dat ik nu nog gewoon wat vloggen. Dat ik die beelden ook niet kwijt ben. Dus ik zal zeggen, veel kijkplezier bij de timeslap. Jullie van de timeslap hebben genoten. Kijk, hier mijn computer is al weg. Dat is goed. Ik ga nu ook deze computer afsluiten. Dan is het richting bedjes tijd. Ik moet nog naar familie kijken. Ja, hier is nu wat rommelig. En deze kant weer van de hoek. Ik hoop dat ik leuke tijden ga beleven op de 666-land. En jawel, ik blijf sowieso vloggen, hè mensen. Ik blijf sowieso vloggen. Ik zal ook proberen dan op mijn vlogs ook nog online te krijgen. En de vlogs, wanneer dat ik die dan daar ga monteren, is wanneer dat ik daar ook dan ga slapen. Oké. Ik ga hier nu al ophouden van deze vlog. Crap. Ik wil zeggen, ik ga deze bestanden zelfs ook nogal op mijn externe harde schijfje gooien. Ik heb juist ook mijn computer afgesloten en ik weet dus ook niet meer juist waar ik mijn... Oh jawel, die zit in mijn valies. Maakt niet uit. Weet je wat ik dan wel ga doen voor de veiligheid? Stel dat die in één keer gaat zeggen van, uw geheugenkastje is vol. Ik ga nog een 256 gigabyte en een 128 gigabyte kaartje ook al klaarleggen voor morgen. Dan kan ik die ook integraal installeren op mijn gsm. En dan kan ik daar ook opnieuw weer op beelden maken. Want ik weet sowieso 9 van de 10 kansen dat ik deze keer wel heel veel beelden ga maken. Echt waar, heel veel beelden. Maar nu
vandaag al vrijdags. Vrijdags, nee, het is nog maar donderdags. Ik bedoel, donderdagsavond. Het is nu 22:36. Neem ik jullie nu afscheid van die donderdag. Dus nu komt eigenlijk de dag wanneer dat ik eigenlijk moet zeggen van... Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is blablabla. Dan moet dat normaal gezien morgen vroeg gebeuren. Maar nu doe ik dat niet, omwille van dat het al vandaag is gebeurd. Dus we zitten nu nog donderdag, dus de volgende fragment wordt opgenomen al op vrijdag. Ik zie jullie allemaal vrijdag terug. Yo, yo, yo. Pam, padam, pam, pam. Jawel, dames en heren. Kijk eens hier achter mij. Jawel, hij is klaar. Ik ben klaar voor 666-lan. Jawel, dames en heren. I'm going to 666-lan. Maar eerst een Nederlandse mee. Van mijn appartementscomplex ga ik nu eens naar mijn noordelijke toe. Jawel, ik druk een klein beetje op mijn been dat ik redelijk wat energie heb moeten gebruiken. Kijk eens hier, mensen. Wat hier voor de deur staat. Jawel, en jullie zien het heel goed. Het is heel goed ingeleid, ingetast. En nu ben ik nog iets aan het vergeten, mijn papieren. Nu moet ik nog eens terug naar boven toe. Dan gaan we daar ook nog gauw gaan halen. Want die papieren heb ik nodig voor de OCMW. Ja, mensen. Het is gewoon een bezig. Ga terug met die getal. Zou zo in mijn zakken. Je hebt de pijn. Nee, ik heb het niet bij. Allee. Hup. Terug op mijn appartementje. Tegen, hier lagen de papieren. Wat ik nodig had. Voilà. En nu? Zal ik eens even gaan vertrekken. Goesting. Ook ja, met dat intas, dat heeft er echt lang geduurd. Heel lang geduurd. Amai. En nu? Eerst naar de OCMW toe. En dan van OCMW ga ik al dan hoogstwaarschijnlijk Bea halen. Want die gaat ook mee naar de LAN-party toe. Ziet dat dus. Hoho. Goed geladen, hè, mensen. Heel goed geladen. Ik moet mijn zijspiegels gaan gebruiken. Juppieka, yay. Ja, ik heb hier ook nog een kabel bij. Dat ik zeker niet verloren ga rijden naar de carpoolparking in Lommel. Maar ik weet waar het is. Daar. Moet heel die bazaar, hè. Heel die bazaar moet daar terug uitgeladen worden, hè. En dan in een andere autoke. En nu hopen dat hem rap start. Zalig als hem start. Zalig. Allee. Zie jullie allemaal stressjes terug. Want ik ga nu rustig naar de OCMW rijden. En dan van de OCMW tanken. En dan van tanken zo, naar BIA. Materiaal en al dus aankomen bij de OCMW. Oh, ik ben nog andere papieren nog vergeten thuis. Maar ja, dat is voor dan voor de volgende keer. Ja. Want er zijn al redelijk veel papieren. Ik wil ook niet te laat komen ook bij mijn goede maatje Wouter. Dan, ja. Waar mijn auto gaat staan, dat blijft strikt geheim. Want ik ga die op een locatie zetten. Ik weet niet of ik het heb gezegd al in mijn vlog. Ja, of nee, met mijn stomme kop. Dat weet ik niet. Maar ik ga naar een plaats toe. Daar hebben we afgesproken. Daar gaan we dan uitlaaien. Dan daar dus eigenlijk overtasten. En dan leuk op naar de 666-lan. Dag 1 vandaag van de 666-lan. Het is allemaal zo snel gegaan, mensen. Het is echt heel snel gegaan. Dat deze weekend is aangebroken. Wat gaan ze ervan maken? Ik wens ook de mensen van X-lan.
X-LAN in Nieuwerkerken ook heel veel succes met hun Gaming ETC. Hun gaan ook hun eerste dag in. En ja, ik heb gekozen voor 66-LAN, maar de volgende editie X-LAN, daar ben ik dan ook eens aanwezig. Want ik wil jullie editie ook nog eens meemaken. Dat is ook eens redelijk lang geleden. Voilà. Misschien met een team, misschien niet met een team. Dat moeten we nog wel bezien. Allee, zo tot mensen. Straks allemaal. Ik ben hier nu weg uit de OCMW. En ik ben er ook nog iets achter gekomen. Dat is maar een kleine tip waar ik geef voor iemand. Want er is hier ook iets aangekomen. Maar dan onder mijn naam. Dat, en dan onder de naam ook nog eens van Bewel. Ik ga eens kijken bij Bewel. Als iemand daar ook mee op de hoogte is van als er iets gestuurd wordt. Wat, hoe of wat laat ik in het midden? Maar het is niet leuk. Ik ga me nu klaarmaken om nog even naar mijn thuis te gaan. Allee, salukes. Zo, hier bij de resto aangekomen, hier in Kürringen. Ik ga nog een rappe macaroni in mijn kaasnest weten, vooraleer dat we naar de Lampaard gaan vertrekken. En kijk eens ook eens alles wie hier bij mij is. Valessa. Dus we gaan nog even gauw lekker warm al eten, dan moeten we dat zelfs al niet meer doen. Hier is het ook nog redelijk goedkoop, dus, want ik heb gehoord dat de Antwerpen Expo redelijk duur is ook qua drank. Dus dan gaan we eens even hier nog even ons benuttigen en dan richting plaats X gaan voor het over te tasten. Top. Is aangekomen. Je ziet macaroni, volle vanken voor haar. Ik zal zeggen, laat het smaken. Dank u. Zo mensen, we zijn aangekomen op de carpoolparking van, van de X-plaats. Ik ga die niet zeggen waar ik mijn auto heb gezet. Ik ga die zelfs dichterbij zetten. Ah nee, dat is hem niet. Ik dacht dat hem dat was, maar dat is hem ook nog altijd niet. Wat ik hier ook zie, op de parking Ginder staat de politiecombi. Ik weet niet wat er juist aan zo gaande is. En het is maar zelfs leuk overladen. Leuk mijn notteke dan verplaatsen. En dan een heel leuk weekend hebben. Maar ik hoop dat, dat Doogie hier raf gaat zijn. Want Ginder hangt een lelijke buienlijn. Ik wil die niet over mij hebben. Ik wil die echt niet over mij hebben. Maar ja. We gaan er een hele toffe weekend van maken. Dus. Oké, ja, inderdaad. En de sponsors die daar van achter staan, hartelijk bedankt om deze event mee te kunnen steunen en helpen. Applaus voor de sponsors. Woehoe! Prachtig. We hebben nog een aantal kleine reminders voor jullie. Zo is er een absolute nul tolerantie wat betreft drugs. We vragen ook om geen eten van buitenaf mee de zaal binnen te brengen. Alcohol, het mag, maar uiteraard drink met mate. Daarnaast is het ook verboden om rook te produceren in de zaal. Dus sigaretten zijn niet toegestaan, vapen is niet toegestaan en brandende pc's zijn niet toegestaan. Als er toch iets gebeurt en het is iets dringend of wat dan ook, de nooduitgangen zijn aan de linkerkant en aan de achterkant van jullie. En als er decompressie is van lucht, valt er een masker naar beneden en kunnen jullie rustig inademen. Eerst jullie zelf helpen en dan pas de kinderen naast jullie. Dankjewel. En dan voor de rest wens ik jullie een fijne weekend, avond, weekend. En succes met alle compo's en geniet van de stream. Dankjewel. Veel succes allemaal. Thank you.
dat jullie hebben genoten van de openingsshow van Vihalla, van de 66 Slam. Dus ik ga nu nog verder livestreamen. Ik ga kijken als ik nog het spelletje Counter-Strike Global Offensief kan spelen. Natuurlijk, hè. Dus. En ik heb hier ook mijn lampje bij, dus alles komt zeker in orde met de livestreams. Top. En zeker hier zo, zich heel dicht bij de main stage. Zo mensen, ik heb nog gewoon een wafel gekocht. Nu ben ik onderweg naar de Pokécompo. En dan ga ik proberen, ja, Doekie en Al naar huis te spelen. Wauw zijn. Easy physical zo. Allee, yo. Zo, ik ben wel aan de final table geraakt bij de Pokerkrompel. Maar jammer genoeg ben ik op het laatste toch nog uitgespeeld. Want ik ben ook moe. Ik ga richting de slaapzaal toe gaan. En dan richting Dromenland. Maar ik heb wel koude voetjes. Allee mensen. Ik zie jullie allemaal later terug. Vergeet geen duimpje op boven te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook nog op je belletje te drukken. Tot later!